Irene kijkt toe terwijl prinses Beatrix en een speelgenootje aan het schommelen zijn. Prins Bernard, die zelf een uitstekend amateurfilmer is, verklaarde de werking van onze geluidscamera aan prinses Juliana. Vlak bij de prinselijke residentie is een open zwembad, een dorado voor de prinsesjes. Prins Bernhard heeft tijdens een korte verlof ongetwijfeld heel wat films opgenomen van de huiselijke tafereeltjes, waarvan wij u nu in woord en beeld kunnen laten genieten. Alles komt een einde, zelfs voor prinsesjes. Terug in de tuin spraken prins en prinses voor onze microfoon over een bezoek aan Amerika. Ik ben erg blij hier enkele dagen met mijn familie te kunnen zijn en de kinderen te zien, vooral hoe ze opgegroeid zijn en dit jaar dat ik ze niet gezien heb. We hebben net een 10-daagse reis in Amerika achter de rug, waar we buitengewoon vriendelijk ontvangen zijn en werkelijk van alle kanten niks uit de grootste vriendschap ondervonden hebben. Ik heb hier in Canada gezien naar het werk wat er gedaan wordt voor onze vrijwilligers. En ben daar buitengewoon tevreden over het werk wat hier gedaan wordt. Over enkele dagen moet ik weer naar Engeland terug om mijn werk daar voort te zetten. Ik ben zo blij dat mijn man met me mee kon gaan op reis naar de Verenigde Staten. We hebben er een buitengewoon hartelijke ontvangst gehad. En zullen we de beste herinneringen aan mee naar huis nemen. Hij is hier gekomen om een volkomen verrassing voor me nadat we elkaar voor meer dan een jaar niet hadden gezien, zodat we nu bijzonder prettige dagen beleven. Ik ben ook zo blij dat ik hier kan zien mijn omgeving in Canada en hoe gastvrij en vriendelijk dit land voor ons is als een gast. Een paar dagen nadat deze film was gemaakt, vloog prins Bernhard terug naar Engeland waar zijn werk hem wachtte. Aan koningin Wilhelmina zal de prins veel hebben kunnen vertellen over haar dochter en kleinkinderen die zij nu al een jaar niet heeft gezien.